Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie mijn favoriete producten van april laten zien. Ik heb het mandje hier weer voor me staan en hier zitten dus een aantal producten in die ik heel fijn vond. Ik ga je laten zien welke producten ik dan zo fijn vond en ik vertel je uiteraard ook waarom ik ze fijn vond en waarom ik ze zou kunnen aanraden. Dus mocht je benieuwd zijn welke producten er in dit mandje zitten, zou ik even zeggen, kijk maar gezellig mee met deze video. Ik begin met een bronzing palet. En dit is het Bronze Your Way palet van Essence. Ik heb hier alles een highlighter paletten ook wel geprobeerd. Want die hebben ze ook en die vond ik heel fijn. Dus ik was heel erg benieuwd naar het bronzing paletten. Er zitten drie pressed bronzers in dit paletten. En deze zou je een perfecte sunkiss look geven. Dit paletten is ook heel fijn in combinatie met het highlight paletten. Dat heb ik zelf ook gebruikt hierbij. Ik vond hem echt heel erg mooi. Ik vind de verpakking allereerst al heel mooi vormgegeven. Hij lijkt heel dik, maar dat komt omdat de deksel is heel dik. Kijk, maar dat komt, er zit dus een spiegel in. En daardoor heeft hij een hele dikke rand. Nou, ik zal even het blaadje afhalen. Dan heb je hier de drie bronzing kleuren. De pens zijn vrij groot. Er zit een Downtown Bronze, Major Bronze en Tropical Bronze in. En ik vond ze echt heel mooi. Ik ga ze even voor je swatchen ook, zodat je een idee hebt. Er zit ook een beetje een Shimmer Bronzer in. Daar moet je wel van houden. Maar dit zijn de bronzers die dus in dit palet zitten. En ik moet zeggen, ik was echt heel erg verrast hierdoor. Ze blenden heel erg fijn in. Vond ik zelf wel heel fijn, want dat vind ik altijd wel belangrijk, dat een product goed blendt. En dat deden ze ook zeker. Het is leuk dat je drie kleuren hebt. Misschien past niet elke kleur goed bij je huid, maar ik vond het zelf wel hele fijne bronzers. Je ziet eigenlijk ook al best wel dat ze goed gepigmenteerd zijn, doordat je er heel goed ziet dat je erin gedipt hebt. En vaak is dat wel een teken dat je kan zien dat een product een goede pigmentatie heeft. Het is echt een heel erg mooi bronzerpalette, die ik zeker zou kunnen aanraden. Dan heb ik hier een Wear It Nude Skin Correcting CC Cream van Kruidvat. Dit is een anti-dullness. Heeft een long-lasting hydration en bevat SPF 20. En dat is deze. Hij heeft een paarse verpakking. En het is een langdurig hydraterende crème. Met kleurtransformerende pigmenten. Hij brengt een doffe huid weer tot leven en camoufleert oneffenheden. En bij contact met de huid verandert hij dus in een eigen huidskleur. Want hij is eigenlijk lila van kleur, maar dat ga je zo zien. Er zit 30 ml in. Er zit een pompje op. Ik moet zeggen, ik had eerst even moeite om hier wat product uit te krijgen. Dus het duurde even voordat ik het pompje aan de gang had. Maar ik was echt heel erg verbaasd over deze crème. Hij ziet er heel mooi uit. Het is inderdaad niet een hele volle dekking, maar ik vond hem ook niet heel matig. Ik vond hem best wel goed de dekking. Ik maak hem wel gelijk even schoon, want anders wordt het zo'n knoeibende. Daar hou ik niet zo van. Doe even het dopje erop. Kijk, het leuke is, nu zie je dat hij lila is, maar als ik hem nu ga uitsmeren, zie je dus dat hij verandert in de huidskleur. Zie je, nou wordt hij gewoon een hele mooie kleur. En dat effect vond ik zo leuk. Je ziet het hier heel goed op mijn vinger. Ik was zo verrast door dit effect. Ik had het niet verwacht, maar ik vond het echt heel mooi. En ik vond hem ook echt heel fijn aanvoelen op de huid. En dat vind ik zelf altijd wel belangrijk, dat producten ook gewoon fijn aanvoelen. En deze is trouwens ook vegan. Dus echt een hele fijne CC cream met een heel erg leuk effect, omdat die dus verandert in een eigen kleur voor de huid. Dus ook echt een heel fijn product. Dan heb ik hier een Brush Ink Tattoo Liner in een waterproof variant van Catrice. Deze komt in een doosje. Heeft de naam 010 Black Waterproof. Hij is heel makkelijk aan te brengen. Je kunt er heel precies mee werken. En hij heeft ook een hele fijne tip, zeg maar.
En hij is ook daadwerkelijk waterproof. En dat vond ik wel heel fijn. Want ik heb wel eens producten gehad en waren ze uiteindelijk helemaal niet waterproof. Zo ziet de verpakking eruit. Ja, niet heel, heel spectaculair of zo. En ik ga je het borsteltje laten zien. Hier zitten dus 270 hele fijne haartjes in. 270 in deze punt. Ik zal hem aanbrengen. Ik zal een fijn lijntje zetten. Kijk, je kunt er dus een dikke lijn mee zetten, maar ook een heel fijn lijntje. En hij is dus ook nog eens waterproof en intens zwart. En ik merkte met deze eyeliner dat ik zelfs een hele mooie wing kon zetten. Want ik merk dat wings vind ik nog steeds best wel een beetje lastig. Ik vind het super mooi. Maar ik krijg het nooit helemaal gelijk. Ik ben er nog steeds een beetje mee aan het oefenen. Maar met deze eyeliner ging dat echt heel soepel. Dus het was echt super fijn. Dus echt een hele fijne eyeliner die ook nog eens waterproof is. Dus deze vind ik ook echt een aanradertje. Dan heb ik drie producten van Icons Lab. Dit is een merk en die hebben dus allemaal producten voor de lippen. En dit is een lipmasker en ook nog eens een primer. Dus je kunt hem gebruiken als masker, maar je zou hem ook als primer kunnen gebruiken onder een lipstick. Nou heb ik dat niet gedaan, want ik merkte dat het best wel lang duurde voor die echt lekker introk. Ik heb hem vooral als masker gebruikt. Ik heb hier allereerst een persic variant. Ik zal ze even swatchen ook. Maar er is verder niet zo heel veel informatie bekend over dit merk en dat maakt het een beetje lastig. Kijk, hij heeft een kleine opening zoals je kan zien. En dan is dit de persic. Hij is nu heel oranje, maar hier zie je op je lippen helemaal niks meer van terug hoor. Dus dat is het probleem niet. Ik ben wel lekker aan het smeren, merk ik, met het swatchje. Maar oké, dat geeft niet. Hij heeft ook echt een hele lekkere geur. Hij heeft een hele lichte persikgeur. Dan heb ik hier een kokosnoot. Die is blauw. Heel fijn ook. Ik vind dit soort producten heel fijn om te gebruiken voordat ik ga slapen. Dit is de kokosnoot. Die is blauw. En we hebben hier strawberry. Maar ik vind de geuren ook gewoon heerlijk die ervan afkomen. Dat is echt heel fijn. En die is roze. Ja, echt hele fijne maskers. Zoals ik dus zei, ik heb ze aangebracht voor ik ging slapen. En dan kunnen ze de hele nacht lekker intrekken. En de volgende dag heb je al gewoon eigenlijk hele zachte lippen. Dus echt wel drie aanraders. Dus deze vond ik echt heel fijn. Ik heb hier ook lipscrubs van. En ja, het is ook heel fijn om deze producten in combinatie met elkaar te gebruiken. Dus ja, ik was wel heel enthousiast. Net wat ik zeg, ik heb ze dus niet als primer gebruikt. Maar gewoon echt puur als ja, maskertjes. Dan heb ik hier een highlight eyeshadow. Dit is een solo eyeshadow. En dit is in de kleur C10. Highlight to Hell. En ik vond dit een heel mooi kleurtje om aan te brengen onder mijn wenkbrauwbot en op de binnenkant van mijn oogleden. Zo ziet hij eruit. Ik ga hem eventjes swatchen en dan zal ik jullie zo eventjes wat laten zien. Kijk, dit is de kleur. Hij doet het op camera ietsjes minder goed. Ik zie hem zelf in het echt heel goed. Maar ik heb het idee dat hij op camera iets minder goed overkomt. Maar het is echt een heel mooi kleurtje. En het leuke van deze is, je kunt hem er dus zeg maar... Oh, ik ben nu wel lekker aan het smeren jongens. Kijk, je kunt hem eruit drukken. Dus dan hou je zeg maar een lege huls over. In het verleden heeft Catrice dus... lege paletten schat. Daar kon je dus zelf een heel oogschaduwpalet bij samenstellen. Helaas zijn die paletten niet meer te koop. Maar de oogschaduw zijn dus nog steeds wel uitdrukbaar. Dus als je dus zeg maar zo'n paletten hebt, zou je dus ook heel makkelijk de kleuren kunnen switchen. Maar goed, de paletten zijn dus niet meer te koop. Dus het is ook heel leuk om deze gewoon in het doosje te bewaren. Daarom is het wel handig dat die erbij komt. Maar ik wilde het nog wel even met jullie delen. Want misschien heb je zelf nog wel zo'n paletten. En je kunt er dus nog steeds nieuwe kleurtjes voor kopen.
Dan heb ik nagellak. En ik heb hier de Clean and Strong Nail Polishes. Deze beloven binnen een week stronger en harder nails te geven. Deze zijn gemaakt van 86% natuurlijke ingrediënten. Zo zien ze eruit. Ik vond het hele mooie kleurtjes. Heb ik het idee dat mijn nagels er echt sterker van werden? Nee, dat helaas niet. Ik denk dat dat ook een proces is, zeg maar. Dat blijft gewoon een beetje lastig. Er zijn heel veel nagellakjes die beloven om je nagels sterker te maken en harder. Maar vaak lukt het niet zo goed met nagellak. Ik heb hier de kleur 03 Rainy Bay. Ik zal eventjes één kwastje laten zien, zodat je even een idee hebt wat het kwastje is. Kijk, die ziet er zo uit. Het is een vrij breed kwastje. Maar je kunt er echt heel goed je nagels mee lakken. Ik vond ook dat de kleuren best wel mooi bleven zitten. Dus ook niet zo snel chipte. Dus dat vond ik echt ideaal. Dus dat is deze. Dan heb ik deze kleur. Het is een beetje een roze kleurtje. En dit is de 02 Mooney Fog. Heel mooi kleurtje ook. Echt prachtig. Dan heb ik hier een nog donker, meer een roze kleurtje. Dit is de 01 Pink Clouds Sheer. Dat is deze. Ook wel een heel mooi kleurtje. Wel iets lichter. Maar wederom wel heel mooi. Dan heb ik deze kleur. Dit is de 07 Juicy Terra. Deze vond ik ook echt prachtig. Is heel mooi. En dan heb ik hier nog de 06 Vibrant Magma. En dat is deze. Net wat ik zeg, zou je ze echt willen aanschaffen omdat je denkt dat je er hardere, sterkere nagels van krijgt, zou ik zeggen nee. Maar de kleuren zijn wel heel mooi en ze bleven goed zitten. En dat vond ik zelf ook wel een heel groot pluspunt. Dus ik vond ze wel heel fijn. Dan heb ik een aantal lippenbalsems hier. En deze ga ik niet swatchen, want ze zijn gewoon wit. Dit zijn Crazy Rumors lippenbalsems. En ik heb hier de Orange Cream Sickle. En hier zit Sea Butter in. En het fijne aan deze lippenbalsem is dat ze ook vegan zijn. Ik zal hem even laten zien. Hij ziet er zo uit. En ze ruiken echt super. Super lekker. Echt, de geur was heel erg fijn. Hij is dus verder gewoon blanco. Kijk, ze hebben een hele fijne geur, brengen heel fijn aan en ze voelen ook echt heel erg lekker verzorgend aan op de lippen. En dat komt echt wel door die Sea Butter, want je merkt echt dat dat erin zit. Trekt gewoon heel fijn in en ja, ik vond het echt ideaal. Dus een hele fijne lippenbalsem. Dan heb ik hem ook in de French Vanilla. Ook zo'n fijne, want die rook ook zo lekker. Dan hebben we hier, dit is ook wel een van mijn favorietjes en dat is Bubblegum. En die ziet er zo uit. En ik ben dol op Bubblegum. Het brengt mij altijd een beetje naar vroeger toe. Toen ik nog een stuk jonger was, kauwde ik ook heel graag op Bubblegum kauwgom. Ik vond Bubblegum ijs ook zo lekker. Dus ja, dit brengt me echt wel een beetje terug naar vroeger met deze geur. Dan hebben we hier Black Cherry. Ook gewoon heerlijke geur. Ja, de werking is verder rest allemaal hetzelfde. Dan heb ik hier Spiced Chai. Dat is deze. En dan heb ik nog Blueberry Lemon. En dat is deze. Heel fijn. Echt hele fijne lippenbalsems. Dan heb ik 3 lipsticks van Catrice. Dit zijn de Power Plumping Gel Lipsticks. En ik heb hier de kleur 150. Die heeft natuurlijk ook een naam. En dat is de Rule the World. Dit zijn lipsticks met een transparante dop. Of transparant, hij is zwart, maar hij is wel verder doorzichtig. Hele mooie vormgeving, ook met dat goud. Hele mooie lipsticks. En dit is dan de kleur. Er staat ook Be Brave in, de lipstick gedrukt. Vond ik heel mooi. Ik zal hem swatchen.
Er zit een heel subtiel glittertje in. Je moet wel heel goed kijken, maar echt super mooi. Hele fijne lipsticks voelen fijn aan op de lippen. En dat vind ik altijd echt wel een heel groot pluspunt. Dan heb ik hier de kleur 160 Fearless Femme. Nou, de verpakking is verder helemaal hetzelfde. Dus mocht je er meerdere van hebben, kan je ze altijd even omgekeerd in je stash neerzetten. Want op de onderkant zit dus ook een sticker waar je eigenlijk een beetje de kleur ziet en ook het nummer. Dus dat is wel handig, want zo kan je eigenlijk niet zo snel misgrijpen. Die ziet er zo uit. Meer een wat zachter kleurtje, maar wel heel mooi. Kijk, dat is die. Heel mooi. Ze ruiken ook super lekker. Ze hebben een hele lekkere geur. En daar hou ik altijd wel van. En dan heb ik hier de kleur 170 Strong and Beautiful. Die ziet er verder zo uit. Prachtige kleur ook wederom. Echt heel mooi. Je moet sommige kleuren een beetje opbouwen hoor. Want sommige zijn wel een beetje aan de lichtere kant. Maar ze zijn echt heel mooi. Dat is deze. Super mooi. Ja, ik vond het hele fijne lipsticks. Ook gewoon lekker wat meer verzorging. Ik merk toch dat de laatste tijd mijn lippen wat sneller uitdrogen. Omdat ik heel veel liquid lipsticks gebruik. Liquid lipsticks zijn gewoon niet de beste voor je lippen. Maar ja, het is wel super mooi. Dus ik vond het wel heel fijn. Intussen gaat hier een kat in het bakje zitten. Laat eens even los jij. Dus heel fijn. Dan ben ik toe aan de twee laatste producten. En dit zijn twee oogschaduwpaletjes. En dit zijn paletjes van Essence. En Essence is op een gegeven moment gekomen met oogschaduwpaletjes die geïnspireerd zijn op liedjes. Dan heb ik hier allereerst de Ice Ice Baby. Heel mooi. Ik vind gewoon die verpakking heel mooi. Dit is een oogschaduwpalette met 6 kleurtjes erin. Intussen heb ik hier een hele gekke kat. Die probeert in dit bandje te gaan zitten. En ze past er nog in ook. Maar goed. Terug naar het oogschaduwpaletten. Compleet vegan. Hele mooie kleuren. De binnenkant ziet er zo uit. Je krijgt een spiegeltje. Maar ze zijn ook heel erg handig qua formaat. Dus je zou ze ook heel makkelijk mee kunnen nemen. Ik ga ze even oppakken om te swatchen natuurlijk. Dan wil ik ze allemaal even swatchen, maar dat doe ik niet helemaal goed voor mijn gevoel. Dit zijn ze. Dit zijn de kleuren. Zoals je kan zien zijn ze echt heel pigmentvol. Het is niet heel lekker geswatcht, merk ik, maar ik hoop dat het toch overkomt. Hele mooie kleuren. Je kunt er een hele mooie look mee maken. Het zijn wel meer wat kleuren die uit je comfortzone kunnen zijn. Ja, als je meer van de zachtere tinten bent en niet van de hele felle oogschaduwpaletten, snap ik dat je dit paletten ook niet zou aanschaffen. Maar ik was wel heel enthousiast over de pigmentatie. Ze zijn wel lekker poederig. Echt een heel erg mooi paletje. Dus deze vond ik ook echt fantastisch. En ik heb er nog één en dit is Bronze This Way. Denk je gelijk aan Lady Gaga, hè, bij deze. Deze is oranje. En ik vind hem echt heel leuk. Deze heeft ook kleurtjes. Ik zou trouwens nog even de namen noemen zometeen ook van het andere paletje. Want dat heb ik nog niet gedaan. Deze heeft de namen Love Yourself, Superstar, No Mistakes, Night Track, Perfect Babe en Queen. Ik ga de kleuren laten zien. Ze zien er zo uit. Ik ga ze uiteraard weer even voor je swatchen. Maar ik ga het eventjes anders doen dan dat ik het net deed. Want ik zat net wel heel erg op een rare manier te swatchen. Zo. Kijk, dat zijn deze. Zie, de pigmentatie is gewoon super goed. Ze blenden heel mooi uit. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Dat een palette goed te blenden is. En dat doen ze echt super. Dus echt hele leuke paletjes. Je hebt meerdere soorten. Dus ik denk dat als je gewoon wat meer van andere kleuren bent, het zeker de moeite waard is om eens te gaan kijken of er misschien kleuren bij zitten die je mooi vindt. Want ik kan snappen dat je niet alles leuk vindt. Maar ik vind ze wel heel erg mooi.
Ik zal dus nog even de namen van deze kleuren opnoemen, van deze. Dit is VIP. Rock a Mic, Vanille Ice, Too Cold, El Glow en Collaborate en Listen. Dus ook wel hele leuke namen, maar echt hele fijne oogschaduwpaletjes. Ik heb er twee nog niet geprobeerd, maar deze twee die vallen zeker al heel erg in de smaak bij mij. Dan waren dit al mijn favoriete producten van april. Ik dacht eigenlijk dat er wat meer in het doosje zou zitten, maar er zijn toch ook best wel wat producten naar het mandje gegaan van de producten die ik niet fijn vond. Maar evengoed zijn er nog mooie producten overgebleven die ik dus wel heel fijn vond. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al eens een van deze producten hebt getest. Of dat je misschien nieuwsgierig bent geworden naar een van deze producten naar aanleiding van deze video. Ik zou het leuk vinden als je dat zou willen laten weten in de comments. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik deze producten weer lekker aan mijn stash kan gaan toevoegen en weer lekker vaak kan gaan gebruiken. Dus dat is heel fijn. Ik hoop in ieder geval dat je deze video leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op die rode button te klikken. Of op het rondje aan het einde van deze video. Op mijn kanaal zelf staat ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. En hoef je helemaal niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!